De standhouders van de openbare markt Leliedorp kunnen vanaf vandaag eindelijk meer water uit de kraan krijgen. Vanmorgen is het nieuwe digitale waterleidingssysteem van de Surinaamse waterleidingmaatschappij gelanceerd. Arlon Oosterling, directeur van de SWM, geeft aan dat voorheen de situatie bij de markt zeer ongezond was. Dit is de reden waarom de districtscommissaris om assistentie heeft gevraagd. De SWM-directeur zegt verder dat het waterleidingssysteem van de markt te Leliedorp niet makkelijk te vervangen was vanwege de dikke betonnen laag. Hij is er nu trots op dat 36 marktventers hun eigen waterleiding hebben. We vandaag ook de eerste digitale watermeters gaan introduceren. U weet wel dat er nu meters in het net zijn. De meters raken verstopt, ze raken vervuild. Mensen stelen die meters, alleen maar problemen met die meters. En we gaan in principe ook de nieuwe meters hier launchen. Dat is het tweede project, dus u kunt zeer trots zijn dat we het hier doen. Ja, ik ga besluiten. Ik zou zeggen, maak u gebruik van het water. En een vrolijke noot, als u een rekening krijgt, komt u snel betalen. Dan kunnen we ook andere markten van goed water en veilig water voorzien. Volgens Audrey Hankers, districtscommissaris van Wanica Zuidoost, zou het waterleidingsprobleem niet zijn opgelost als er geen goede communicatie was en wederzijds respect. En dat hebben wij samen getoond, samen met u en de directeur en in deze de Surinaamse waterleidingmaatschappij, kunnen wij projecten realiseren als wij ook dat stukje geduld opbrengen, maar ook dat stukje geloof. En dat is vandaag zover. Het komt u ten goede. Water is een van de basisbehoeften en daarom wil ik, directeur, u in het bijzonder met uw werkarmen heel hartelijk dankzeggen voor dit moment geboden voor het district. Het is een mijlpaal. Het geeft niet alleen meerwaarde voor ons, voor onze markt, maar het geeft ook een stukje hygiëne, een stukje gezondheidszorg. Verder wil ik u als boodschap meegeven. Als er van nodig is uitbreidingen, een extra kraan, gaat u niet zelf gaan sleutelen aan de waterleidingen, omdat dat strafbaar is. Audrey Hankers, districtscommissaris van Wanica Zuidoost. Zij sprak vanmorgen tijdens de lancering van het nieuwe waterleidingssysteem voor bijkans 36 marktventers. De SWM heeft vandaag op Leliedorp ook haar nieuwe digitale meter gelanceerd.